jongens en meisjes, deze week is het Boekenweek. Dat is een soort week van het huisdier of de week van hart- en vaatziekten, maar dan met boeken. Het thema van de Boekenweek is dit jaar humor en daarom is het Boekenweekgeschenk geschreven door comedian Geert Mak. Maar wat is dat eigenlijk, een boek? Misschien heb je er wel eens een zien liggen bij je opa of oma. Een boek is eigenlijk een heleboel ondertiteling onder elkaar, maar dan op papier. Boeken worden geschreven door mensen die heel goed kunnen schrijven. En Heleen van Rooijen. Dat noem je schrijvers. Hier zijn wat exclusieve beelden van schrijvers. Schrijvers lachen vaak om heel vreemde dingen. Vestdijk. Ja, maar dan deel 2, Vreebolderheim. Soms praten ze heel zacht. Kaas van Willem Elspot vind ik geweldig. En sommigen praten juist heel hard. De schrijver over wie ik het heb, dames en heren. Het allereerste boek dat werd geschreven was de Da Vinci Code. Daar is later ook een film van gemaakt. En dan heb je het boek dus niet meer nodig. Je hoort wel eens mensen zeggen, ik vond het boek beter. Maar dat is een misverstand. Schrijvers zijn eigenlijk te lui om een film te maken. Ze beginnen wel met een opzetje, maar denken dan al snel, ach, laat ook maar, ik verkoop het wel als een boek. Na het succes van de Da Vinci Code verscheen al snel een vervolg. Komt een vrouw bij de dokter van Kluun. Vraag het maar eens aan je papa of mama. Die kennen dat boek vast. En als ze zeggen van niet, heeft je mama met Kluun staan zoenen in een disco. Een boek is trouwens wat anders dan een tijdschrift zoals De Kijk, met wetenschappelijke artikelen, en De Playboy, met voornamelijk foto's van mooie vrouwen. En Heleen van Rooijen. Leermoment. Heb je goed opgelet? Wie schreef dit jaar het Boekenweekgeschenk? Was dat A. Geert Mak, B. Big Mak, C. Madame Mikmak? Leermoment. Het begin van de Boekenweek wordt altijd gevierd met het boekenbal. Dan mogen alle schrijvers zonder begeleiding een avond loslopen in de Schouwburg. Na afloop mogen ze traditioneel de versiering mee naar huis nemen. En Heleen van Rooijen. Als je nu zelf een keer een leuk boek wilt lezen, lees dan De Ontdekking van de Hemel van Harry Mulisch. Oh nee, juist niet. Harry Mulisch is tussen twee haakneus toevallig net jarig geweest. Harry, van harte gefeliciteerd en op naar de volgende 213. Veel plezier in de Boekenweek, jongens en meisjes. En vergeet de Joops bouwplaat niet te maken. Die vind je in het bijbehorende lespakket. Hoi hoi!